bij een nieuwe video. Ik ga vandaag laten zien welke beautyproducten wij de afgelopen weken zoal hebben opgemaakt. Als eerste een parfum van Ariana Grande. Ik heb echt geen idee hoe die heet. Volgens mij Sweet Like Candy. Maar ik kan het hierop niet lezen. Het is zo klein. Ruikt lekker meisjesachtig zoet. Sterren gebruikt deze. Dat is van haar. Ik heb hem ook wel eens opgehaald hoor. Want we gebruiken elkaars parfum gewoon. Volgens mij wel prima. Ze heeft nog een flacon staan. Dus die hoef ik voorlopig niet opnieuw te kopen. En anders vraagt ze maar binnenkort voor de verjaardag. Aesop Grove, nou opgemaakt. Ruikt heerlijk. De review staat in de beschrijving. Prachtige flacon. Koop ik voorlopig nog niet opnieuw, omdat ik andere parfums heb staan die ik eerst wil gebruiken. Orange Shower Scrub opgemaakt. Een klein potje die had ik laatst begin januari gekocht. Ruikt naar sinaasappel, mandarijnachtige geuren. Prima product, maar ik heb hier maar 3 keer of 4 keer mee kunnen doen. Toen was het potje al wel leeg, dus ik zou zelf niet zo snel opnieuw kopen. Douglas Home Spa Line heb ik deze opgemaakt. Ik kan het niet... Citalasso. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want het is echt... Ja, jullie zien het ook niet, maar dit ruikt super lekker. Ik heb hem gisteren namelijk nog gebruikt. Echt heerlijk, een beetje... ja, deze lijn, de Douglas Home Spa lijn, doet mij heel erg denken aan Rituals. Alleen een stuk goedkoper, dus zeker een aanrader. En als we het dan toch over Rituals hebben, dan heeft Sterre de Ritual of Holy Foaming Shower Gel opgemaakt. Zal vast wel lekker ruiken. Sterre is sowieso een groot fan van Rituals. En zal ik vast ook wel weer een keertje opnieuw kopen. Voor Knijp Good Night lijn heb ik de douche gel op. Of hebben we, want mijn vriend heeft hem ook gebruikt. De Good Night douche gel opgemaakt. Ruikt lekker, totaal niet naar lavendel. Ja, ik ruik nu heel weinig, want ik ben nog steeds verkouden. Het wil maar niet weggaan. Maar in ieder geval, ik zal sowieso een linkje ook van dit artikel in de beschrijving zetten. Je kunt gewoon rustig op je gemak teruglezen. Wat is er weer? Michelin water opgegaan. Daar heb ik vorige video ook al heel veel over verteld, dus gaan we lekker snel doorheen. Dan van Vichy de Mineral Michelin Milk. Dit product vind ik persoonlijk geen aanrader. Het zal vast wel werken, maar de substantie van een micellair milk, dus een reinigingsmelk, eigenlijk op de huid vind ik echt niet fijn. En ook niet om mijn huid mee te reinigen. Dus de flacon is leeg dankzij mijn dochter, maar die haal ik niet opnieuw. In de vorige empties had ik het al over de Nivea Deo Beauty Elixir. Die gebruiken we graag als spray deo. En mijn favoriete roller is de Rexona, deze. Graag en werkt super goed. Ik krijg van rollers vaak een beetje van dat plakkerige gevoel, zeg maar. En het werkt dan ook helemaal niet zo goed. Maar deze roller doet het echt super goed. Geen plakkerige gevoel en houdt me echt uren. Beschermt het me tegen nare geurtjes. Ook zie ik weer een haarserum van de Action. Die heeft Sterre weer opgemaakt. Moet ik van de week nog even opnieuw halen, want die is nou echt op de voorraad. Ik heb een Fix Plus van MAC opgemaakt met kokosnoot. Ik heb alweer een nieuwe staan. Dit gebruik ik tussendoor om mijn make-up te zetten. Dat het minder poederig en cakey lijkt. Ook een prima product. In december heb ik heel veel adventskalenders opengemaakt. Waaronder die van Goodiebox. En daar zat deze Human & Kind Shower Gel in. En terwijl ik het vakje openmaakte, kwam de geur zeg maar me al tegemoet. Dit ruikt super lekker. Dit is een orange body wash. En de geur hiervan is echt... Ja, geweldig, weet je. Dit is gewoon super lekker. Het is dat ik een voorraad douche gel heb staan. Dus ik koop hem niet opnieuw. Maar mocht ik hem een keer ergens zien met een goede aanbieding of in de beautybox zitten, dan, ja, dan ben ik er heel erg blij mee. Ik merk Almaca een Delicate Cleansing Gel. Heel geschikt voor de gevoelige huid. Ik heb hem opgemaakt. Vond het een prima product. Maar ik heb andere producten die ik liever gebruik en die ik nog moet testen. Dus die gaan even voor. Ik zal dit dus niet zo heel snel opnieuw kopen. In een andere adventskalender zat de Molten Brown Fairy Pink Pepper Shower Gel. Butter Shower Gel, zo'n klein flesje. En deze ruikt echt super lekker. Ja, echt. Ik vind de geuren van Molten Brown sowieso heel origineel. Ik heb nog een kleintje staan die ik eigenlijk in full size wilde kopen op de gok. Ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan, want die geur vind ik niet zo. Maar deze wel, dus die ga ik zodra mijn voorraad van douche gels een beetje is geminderd, zeg maar. Ga ik hem zeker opnieuw kopen. Sterre heeft opgemaakt deze Body Mist Night Crush van Hema. En deze geur ruikt super lekker. Echt, ik weet niet. Hema heeft de parfums vernieuwd of veranderd of nieuw gelanceerd. Ik weet het zo niet in mijn hoofd. Ik heb er wel over geschreven, maar niet alles blijft altijd even goed hangen. En deze geur ruikt echt heel erg lekker. Mocht ik hem tegenkomen in parfumvorm, zou ik hem misschien wel kopen met de smoes. Het is voor sterren en ik gebruik hem zelf ook af en toe. Zeker een aanrader. Dan is er nog een grote pot opgemaakt van Siaya. Een cake body scrub van Siaya. En die ruikt ook precies zoals de beschrijving. Echt naar een citroentaart.
Super lekker. Ik heb hier 3 potten inmiddels van opgemaakt. Zal ik ook vast wel een keer opnieuw kopen. Maar ik vind die lychee, die bubblegum scrub waar ik het in andere video's wel eens over heb gehad, net wat lekkerder en fijner. Maar dit is ook geen straf om te gebruiken. Van de badkastjes vond ik nog een Conga Shower Jelly van Lush. Dus die heb ik de afgelopen tijd flink gebruikt. Dat die nou zo goed als op is. Deze ruikt heel zoet. Echt kassis zoet. Super lekker. Maar ik vind de shower jellies van Lush, ik kan er niet mee overweg. Ik vind het heel lastig om daarmee mijn eigen te wassen. En dan vind ik het heel vies glibberig om hem weer terug te doen in het potje. Dat hele idee, het ziet er echt super leuk uit. Maar ik kan hier dus niet zo mee overweg. Dan heb ik liever een stuk zeep of gewoon een douchegel. Maar ja, de geur was wel gewoon fantastisch. Hydraterende gezichtspray van Weleda opgemaakt. Dit spray is zeg maar op de huid, op het gezicht, voor verkoeling. Ideaal voor warm weer. Als je in overgang zit, een opvlieger hebt, koorts hebt. Gewoon als je huid even nog een oppepper nodig hebt. Prima product. Ik heb er nog één staan, een flacon. En dan weet ik niet eigenlijk of ik hem opnieuw koop. De werking is echt heel fijn. Maar de geur is mij misschien net iets te kruidig. Dus ik ga er nog even over nadenken. Ik heb nog een flacon om het te testen. Of ik het nog vaker wil kopen. Maar ja, ik vind dit wel een tip zeg maar voor, om met jullie te delen. Het laatste product. En ik heb het gevoel dat ik er met een sneltrein doorheen ben gegaan. Maar ja, weet je. Anders duurt de video misschien net te lang. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een week niet gefilmd. Omdat ik me de hele week al niet zo lekker voel. Migraine. En nog steeds verkouden en benauwd zoals de afgelopen weken. Verder niks aan de hand. Ik heb me laten testen, niks aan de hand. Maar gewoon niet helemaal fit. En ik ging hier net weer zitten om te filmen. En ik dacht echt, hoe moet dit ook ooit? Na een week tijd. Dus dat het al zo snel een beetje kan wegzakken. Dus mocht je denken, Bianca, wat praat je snel? Wat ga je er snel doorheen? Dat is de reden. Maar goed, het laatste product. En dat is ook voor Rituals. Uit de lijn de Ritual of Ayurveda. En het is een shampoo. Ik kan me niet herinneren dat ik deze heb gebruikt. Dus ik denk dat die van Sterren is. Ik heb ook geen idee wat ze ervan vindt. Zelf gebruik ik dit soort shampoos dus niet. Omdat ik voor mijn haar andere verzorging nodig heb. Maar zij zal hem vast wel een keertje weer kopen krijgen. Of wat dan ook in een gift set. Dus zien we vanzelf wel of die een keer terugkomt. Ik ben benieuwd wat jullie zo al hebben opgemaakt de afgelopen weken. Laat dat vooral hieronder ook even achter in de reactie. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen tot de volgende keer.